Goedenavond. Het is de oefenavond vanavond bij ons. We hebben net een melding gekregen van een Prio 2 dierennood op de Nieuwe Dam in Monnikendam. We zijn nu druk bezig om de mensen in te laden in de TS. En de tankuitspuit gaan zo vertrekken. Voor de mensen die achterblijven gaan we zo meteen door met de oefening die gepland stond. En dan gaan we ons gaan we u later meer over vertellen. Goedenavond, we zijn er weer terug. We waren een uitdruk, zoals Twan net vertelde. Er zat een kat in de sluisdeur. Die hebben we omhoog gehaald met een krat en een touw. En de kat ging eigenlijk in de krat en die, zo konden we hem omhoog halen. En daarna is hij terug naar zijn baasje gerend. Dus we zijn weer terug en kunnen weer verder. Twan, waar zijn we mee bezig eigenlijk vanavond? Ja, vanavond zit in het teken van terug naar de basis bij brand. Er zijn vier onderwerpen die we vanavond gaan behandelen en aan elkaar gaan koppelen. De vier onderwerpen zijn brandregimes, brandfase, GRSTV en brandfenomenen. Dat is de vierde. En we zijn nu bezig om per groep te gaan kijken wat weten we nog over de onderwerpen en om elkaar erin aan te vullen. En daarna gaan we met z'n allen bespreken over wat het voor ons betekent. Hoe ze met elkaar in verbinding staan en wat het voor ons wat wij ermee kunnen met de brandweer. Ja, en dit zal in de loop van de week van de brand in praktijk worden toegepast, zodat theorie en praktijk samenkomen. Zoals jullie kunnen zien, achter ons hangen de vier flip-overs. Die hebben we opgehangen. Dat hebben we net met z'n allen nabesproken. We hebben de koppeling gemaakt tussen verschillende onderdelen. En volgende week gaan we daarmee in de praktijk gaan oefenen. Ja. Dus kijk volgende week in ieder geval weer. En dan zien we in de praktijk hoe we daarmee omgaan. Tot volgende week. Tot volgende week.